Oh, leuk in van de video. Ik heb nog niet gefrituurd. Ik ga namelijk gelijk door met opnemen. Want ik wil dit kutstuk voorbij hebben. En dan ga ik straks nog verder spelen met een leuk stuk. Dit stuk is namelijk. Het is geen kutstuk. Het is wel grappig. Gewoon Harry Potter, weet je wel. Maar het is gewoon. Het is gewoon een lang stuk. Weet je wel. Zo'n. Die andere zijn korte uitdaging met een rondje. En veel geheimen. En veel kaarten. En hier ook wel. Maar. Dat is nog, weet je wel. Het is niet hetzelfde. Dit level is een beetje. Ja jongens, we komen één level tekort, kom maar met iets. En iemand zei, ja doe dit en dit, en dat, daar kwam dit level uit. Dat is een beetje wat ik gevoel heb over dit level. Maar ja, na dit level, leuk stuk, dan mogen we namelijk Kwast zijn en de leerlingenkamer in. En dan, volgens mij mag dat trouwens dit deel zelfs al, want Kwast is echt daar of zo. En ja, dus dan, dat is best wel geinig, want dan mogen we gewoon, eerst dit doen trouwens. Dan mogen we gewoon, we mogen gewoon Malphides even afluisteren terwijl we Kwast zijn. Dat is gewoon grappig. Dit geheim is trouwens best moeilijk. Ik vind het best knap dat ik hem heb gevonden vroeger. Ik weet trouwens niet of ik deze vroeger heb gevonden. Volgens mij heb ik deze als kind nooit gevonden. Hé, eindelijk doet hij het. Bronzen kaart. Ik hoop dat het een bronzen kaart. Nee, een zilveren. Ik had het fout. Nee, volgens mij mijn eerste fout van de serie is een beetje over de kaarten kwestie. Rondom de kaarten kwestie. Oh nee, je hapt. Oh shit, hé. Oh. Oh, wacht, je moet hier trouwens nog door. We willen natuurlijk wel alle geheimen. En ik weet waar de laatste zit. Dat is namelijk. Kut. Vuurkrab. Oké, dat is namelijk hier. Mega awesome secret. En je denkt echt, wow, moeilijkste secret ooit. Sowieso een kaart komt er een Choco kikker uit. Met wat smackies. Oh, dit spel is echt heel irrelevant met kaarten in secret stoppen. Want dit is echt het moeilijkste secret ooit die je net had. Je moet daar echt helemaal doorlopen terwijl je denkt er is niks. En dan voor echt de makkelijkste dingen krijg je echt geen kaart. Dan wil je wel een kaart en nu niet. Ik moet ervoor zorgen dat Kwast niet wakker wordt. Ja, dan moet je vooral tegen jezelf praten, schizofreen homo. Sorry Harry, ik hou van je. Harry is best wel een leuke jongen. Als ik een meisje was, en ik was homo, maar ik ben geen van beiden. Ik heb zeg maar geen vagina, ik val ook niet op mannen. Dan zou ik Harry best wel doen. Maar ja, nu niet helaas. Emma Watson wel natuurlijk. En Ginny soms ook nog wel in sommige films. Want in andere films is ze echt vies. Ik denk, bah, Ginny, waarom nou? Maar in deze film bijvoorbeeld ook. Maar ja, in sommige films, nee, daar niet. Kan ik hier opklimmen? Nee, nou. Hey, Kwast. En we zijn al 3 minuten bezig. En nu moeten we naar de wc van Jammeron de Jenny. De wc van Jammeron de Jenny. En ja, we zijn al best wel bezig met het spel uitspelen. En wat over een deel of twee wel hebben. Dat is wel leuk. We hebben trouwens 1053 smeekjes. Oh, dit geheim mag ik niet openen, want het is een. Kijk, we hebben hier een van de 10 geheimen. Ja, we gaan aan het einde gaan we echt zo'n geheime extravaganza doen, weet je wel. Echt zo leuk, dat je denkt, yeah, geheime extravaganza, woe. Nou, ik ga trouwens ook nog een keer een save file doen, dat je met zo min mogelijk, zeg maar, alleen de kaarten die je moet oppakken, dat ik echt nul. Met één litteken dat ik, ik heb een stukje van de basilisk ga verslaan. Waarschijnlijk lukt dat nog wel. Ja, oh, lekker. Oeh, helemaal groen. Dat is vast goed voor je. Heerlijk. Oh, waarom drinken jullie niet? Gasten, waarom drinken jullie niet? In de film drinken we alle drie. Dan is het zo van, wat zullen we drinken 7 dagen lang? Maar ja, hier gewoon niet. Yuck, dit vind ik echt leuk, filmpje. Yuck, dat is walgelijk. Wow, goed opgemerkt, Ron. Ik vond namelijk, het kan zo Pornhub. Echt een goeie. Harry, doe je bril af. Kwast heeft geen bril. Jammer in de Jenny / Anne Frank zit daar ook. Hey, ik ben jammer in de Jenny. Ja, prima. Ga naar de kerkers, probeer de leerlingenkamer van Zwadderich binnen te komen en zoek Draco. Ja, we hebben ook toch al gewoon. Succes. Valt jullie ook op dat we de enige zijn die een toverstok vast hebben? Oké, als Kwast gaan we echt kloten. Succes. Deze bronzen kaart moet ik hebben. Bronzen kaart. Zal ik fucken en met Kwast een litteken erbij krijgen?
Moet ik nog 3 bronzen kaarten. Misschien vinden we dat wel in de leerlingenkamer van Swaz. Van Slytherin. Dat zou wel mooi zijn. Ik heb... Ik hoef nog maar... Oh nee, wacht. Ik moet nog 23 bronzen kaarten. Ik dacht even dat ik nog 13 bronzen kaarten moest. En dat ik echt al 10 wist in de school. En we moeten nog naar het verboden bos en zo. Maar nee, dat is niet het geval dat ik dat weet. Dus jammer dat. Beetje jammer. Beetje jammer dit. Alohomora. Je moet horen hoe hij dat shit uitspreekt. Alohomora. Flipendo. Zullen we Kwast dood laten vallen gewoon? Nou, je valt niet dood als je hier vanaf springt. Kijk, we gaan hacken, hè. Let op. 1-3-7 Hexor Elite. Kijk. Oké, we gaan nog wat drankjes bijbrouwen. 10 drankjes. Oh yeah. Ik heb echt veel van die drankjes. Ik gebruik ze nooit. In de geheime kamer ga ik gewoon met Voldemort fucken. En dan denk ik, yes, ik heb Harry bijna dood. En dan ga ik gewoon zo'n drankje drinken. En dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Dan ga ik gewoon ook echt die video een half uur maken. Nee hoor, dat ga ik niet doen. Rustig aan. Maar in deel 1 zit een secret. Maar dat heb ik volgens mij al 10 keer gezegd. Dit is de sponsieve uitdaging. Die moeten we nog doen. Die gaan we volgens mij volgend deel wel doen. Volgend deel of deel daarna. Ik denk volgend deel wel. We gaan even naar de bonuskamer. Vind ik leuk. Hey, Perkamentus, mag ik in de bonuskamer? Oh, wacht. Gryffindor heeft 641 punten. En Zwadderich maar 487. En waarom staat hier een random gast van Gryffindor? Als je Harry bent, praat hij wel met je. Maar als je Kwast bent, niet echt. Dat is wel racistisch. Alohomora. Kijk, dan kan je ook een secret pakken. Maar dat willen we niet. Want we willen alle secrets op het eind doen. Behalve die ene die we al hebben. Hoeveel hebben we er hier? 0 van de 12. Kijk, dat vind ik leuk om te zien. Het is best wel mooi. We gaan nu als Kwast de kamer in. Kijk, normaal denk je nog, ja, als je als Gryffindor de kamer ingaat, dan snap ik nog wel dat mensen je willen versperren, weet je wel. Maar nu gaat een gast van Zwadderich ons de weg versperren. Kijk, we gaan hem volgen. Boeit me echt weinig. We gaan hem volgen. En dan gaat hij ons de fucking weg versperren. Dat je ook denkt, what the fuck, gast, waarom doe je dat? Wacht. Bloedzuiver. Dat is het wachtwoord. Ik wist het niet, ik moest het lezen, maar het was niet mijn bloed, dat zei ik wel. Ja, goed, echt. Kwast is ook al schizofreen. Oh, wacht, we zijn Harry in een Kwast disguise met een wisseldrank. Echt, elke character van Harry Potter is gewoon schizofreen, weet je wel. Kijk, hier denk je, wow, super goede gedraaide kamer, wow, hey. Zo, man. Dit is echt cool. We kunnen juist goed, is best wel snel erheen. Oké, okay, deze omver. Flipendo. Ja, die smackies die boeien me echt weinig. Die smackies die boeien me helemaal weinig. Zo, dit open. Oh, allemaal kabouters. Allemaal kabouters. Dat is gewoon niet leuk. Wat gebeurt als ik ze alle... Die kabouters, er zijn een paar secrets. Dat als je kabouters in een hol gooit, dat je dan een secret krijgt. Maar dat is in de Spongify uitdaging. Die had ik net op tijd opgepakt. Dat is in de Sponsifico uitdaging. Maar ik weet niet of dat hier ook is. Ik denk het niet. Nee, duidelijk niet. Duidelijk niet. Snel die en die. Hoppa. Zo. Lekker. Doe maar met het platformpie. Nee, niks vergeten. Mooi. Ik moet natuurlijk wel alle secrets uitlichten. Hoeveel secrets zijn er? 0 van de 8. 8 secrets, ouwe. Man. Ben ik al hier. En dan heb ik 0 van de... Oh ja, wacht, maar het is natuurlijk... Dit is het langste stuk. Hier zitten ook echt al 3 secrets of zo. Kijk. Je kan op een van deze... Ja, kijk. Flipendo. Je moet Flipendo doen om een Flipendo-blok te ontgrendelen. Ja, wacht. Fucking grappig kwast. Doen we even hier opslaan, want anders moeten we helemaal opnieuw straks. Daar heb ik ook geen zin in. 1 van de 8 geheimen. Oh yeah. Laten we dit even weghalen. We niet doodgaan en zo. Wow, dit is een ziek... Oh, wacht, laat maar. Dit is gewoon die blokken eruit duwen. Dat heb ik wel vaker. Ik ben ervaren blok uitduwer. Dat heb ik wel vaker gedaan. Zo. Laat hier maar even een bronzen kaart uitkomen. Ah, smackies, man. Flikker op met je smackies. Ga toch weg met je smackies, man. Ik moet echt oppassen dat ik hier niet doodval. Beter zit hier een kaart in, anders word ik echt boos.
Lekker, zilveren kaart. Krijgen we ook met kwast en sleutel bijna. Ja, ook over 3 kaarten. Allebei over 3 kaarten, zo weet. Of is het zelfs 2 bij de bronzen? Nee, 3. Kijk, je wil dit, maar dat kan niet. Want hij heeft de... Ik heb dat filmpje geskipt, maar zo'n gast heeft gewoon de plasma weggehaald. Ook al zijn wij van Zwadderig. Hij denkt, veel plezier, kwast. Nee. Kak, godverdomme. Kut, ja. Moet ik weer een hele kaart pakken. Ga ik even heel snel doen. Ik heb echt geen zin om daarvoor te stoppen met recorden. Dus ja, leuk. Even snel zo. Hier zitten toch alleen maar smackjes in. Flipendo. Filmpjes skippen, doorlopen. Kaart pakken. En weer weg. Lekker kwastie. Oké, kon ik nu nog maar een keer opslaan. Dat is leuk geweest. Laat ik nu eerst hier opslaan. Dat is echt een fucking slim idee. Kom op, please. Kom. Kijk, juist. Oké, ik ga niet nog een keer dood. Een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde ding. Wie belt er nou weer aan bij mij? Belt iemand aan, maar je moet heel even wachten, persoon. Kijk, stop even met recorden. Oké, het was een mevrouw van de collecte voor de brandwonden stichting. Echt een leuk. Ja, ik weet niet. Ik geef mensen wel stichtingen, maar ik heb nu wel zoiets van, ze doen wel heel erg overkill met die stichtingen. Dat is een beetje het probleem. Maar ja, het is, ze moeten het zelf weten. Kijk, wat er nu gebeurt, is dit hadden we al gedaan, maar volgens mij heb ik het filmpje geskipt. Ze doen gewoon zo. En dan kan je dit doen. En dan is de brug gemaakt. Yes. En dan ga ik iets heel gevaarlijks doen. Oh, kijk eens. Wat een waaghals ben ik ook. Zo hé. Ja, laten we gewoon doorgaan. En dan even snel naar Draco gaan. Dan kunnen we de volgende aflevering. Gewoon wegrennen daar. En dan stop ik lekker als ik bij Draco ben. Dan gaan we volgende aflevering dat en de sponsivico uitdaging doen. In ieder geval. Mogen we daarna volgens mij het geheime bos. Verboden bos. En dan naar de geheime kamer in. Na Aragogie ontmoeting. Hier ergens is een Lumos. Volgens mij is dat waar ik heen moet. Dus ik weet ook niet waarom ze een Lumos doen bij waar je heen moet. Maar dat is... is hun zaak. Eerst gaan we hier nog even wat doen. Beter heb ik wel een opslag ergens. Ik weet het niet zeker namelijk. Of ik dat heb. Oh, dat scheelde echt kapot weinig. Dat was eng. Maar het... ik ben echt bang. Ik ben heel erg bang de hele tijd dat ik iets verkeerd doe en dat ik val. Ja, bronzen kaart. Lekker. Terug. Oh, kut. Nugget. Ik weet niet waarvan ik dat heb, maar... Nee. Holy shit, dat was echt heel erg close. Pot voor 3 dubbeltjes, dat was heel erg close. Zo, hé. Man. Hoe close was dat? Heel erg close. 2 van de 8 geheimen. Maar gelukkig weet ik er een aantal in de geheime kamer van Zwadderig. Ook wel de leerlingkamer genoemd. Hier is namelijk 1. Hier is er 1. Ja, het is een soort Illuminati. Oh god, waarom zit er een spin in de leerlingen? Die eerstejaars, die hebben nog geen ectoplasma spreuk. En nog geen al die andere shit geleerd. Dus waarom de fuck zetten ze die dingen eigenlijk in de leerlingkamer? Je kan niet in de leerlingkamer van Zwadderig komen als je niet tweedejaars of hoger bent. Dat is best wel apart eigenlijk. Je denkt nu waarom de fuck, wat is die hier? Maar wat is hier? Oh, dat, tuurlijk. En dan zit er een kaart in. Weer een bronzen. Of eentje, en dan hebben we een litteken erbij die wel kwast zijn. Dat is gewoon om wel een levensdoel. Maar... oh, ze spuwt spinnetjes. Echt cool hoor, Zwadderig. Dit is ook een geheim.
Je moet dit allebei hebben. En dan gaat deze open. Dan heb je weer een geheim. Deze wist ik vroeger nooit. Maar nu wel. Geef mij een kaart. Oh, een zilveren. Dat is ook leuk. Hoeveel geheimen hebben we nu? 5 van de 8. Kijk, dat tikt lekker aan. Volgens mij wordt dit 6 van de... Nee, niet. Nee, nee. Dit wordt 6 van de 8. Nee, als je kwast, als je het nou even niet doet. Oké, thanks. Geef me die kaart. Bronzen kaart. En een litteken erbij. Niemand ziet ons ook een litteken erbij krijgen en juichen en zo. Ik vind het wel geinig. Nou jongens, nog 20 bronzen kaarten en nog 12 zilveren en dan 11 gouden. Maar ja, ik denk dat we alle kaarten wel gaan halen. Het zou heel goed kunnen jongens. Heel goed kunnen dat we alle kaarten gaan halen. We moeten nog 2 secrets. Ik zit even te denken waar die zijn. Hier niet. Want hier heb je ze allemaal gehad volgens mij. Wat gebeurt als ik op die boekenkast spring? Die andere boekenkast. Niks. Oké, daar kan ik niet op. Nou, dan gaan we maar naar Draco, denk ik. Van, hey, Malfi. Heb je nog geheimen voor me of zo? Ik ga nog even in die grote hal kijken waar we straks ook moeten uitrennen. Spoiler, spoiler alert. Oh, shit. Dit is de verkeerde volgens mij. Zit hier dan een geheim ergens? Ik denk het niet. Ah, hier zit toch geen geheim? Lijkt me niet. Deze gasten zeggen wel leuke tekst trouwens. Oh, ben jij het kwast? Je bent vandaag niet helemaal jezelf, geloof ik. Nee, zeker niet. Oh, ben jij het kwast? Gast, dat zei die andere al. Niet elkaars dialoog jatten. Kijk, dit is ook leuk. Kwast in de meisjeswc. Je wilt toch niet dat we professor Snape roepen? Je wilt toch niet dat we professor Snape roepen? Gast, zeg eens een andere tekst. Je wilt toch niet dat we professor Snape roepen? Gast, zeg een andere tekst. Je wilt toch niet dat we professor... Zeg een... Godverkut wijf. Zeg dan een andere tekst. Waar zijn Draco en Korsel? Ja, Draco is hier. Dat weet ik wel. Daar ben je, kwast. Ik heb jou overal gezocht. Oké, dit vind ik wel leuk. Cutscene. Maar ja, hierna gaan we de aflevering afsluiten. Ik zeg alvast bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Volgende aflevering gaan we wegrennen van Draco. En dan gaan we de Spongify Sponsifico uitdaging doen. Als die aanvallen nog dus ja, dan krijgt hij de zak. Zie ik jullie de volgende aflevering. Potter heeft ook geen grijntje tovenaars trots. En dan te bedenken dat veel mensen geloven dat hij de ja, vind ik ook. Ik wou dat ik wist wie het was, dan zou ik hem kunnen helpen. Maar je hebt toch wel een idee wie erachter zit? Je weet best dat ik geen idee heb, kwast. Hoe vaak moet ik je dat nou nog zeggen? 69 keer. Of 137 keer mag ook. De laatste keer dat de geheime kamer werd geopend, is er een modderbloedje doodgegaan. Jammer in de Jenny / Anne Frank. Is het een kwestie van tijd voor er deze keer ook... Hij hoopt dat het Griffel is. Oh wacht, dat stond ook al in de ondertiteling. Dat het die Griffel is. Maar goed, Draco. Ik moet weer gaan. Waarheen? De ziekenzaal. Ja, dat is het. De ziekenzaal. Ik heb buikpijn en dan moet ik een drankje voor halen. Oké. Oh, we veranderen weer in Harry. Oh, wacht. Trouwens, dat is vol. Kijk. Heel belangrijk. Flubberworm slime. En ik ga even kijken. De aflevering is toch al langer. Dus, ik denk dat hij in de jongensslaapzaal is. We gaan even kijken wat er in de jongensslaapzaal te vinden is. Dat wil ik nog wel even weten namelijk. Misschien zijn daar namelijk al 2 geheimen en dan... In ieder geval een geheim. 7 van de 8. Smekkies. Ah, kom op. Kut zwadderen. Gewoon een kut leerlingkamer hebben jullie, dames. Je wilt toch niet dat we... Gast, dat heb je al 10 keer gezegd. Nou, boeien. Een meisjeswc of zo. Weet ik veel, meisjes kleedkamer. Ik bedoel, er wordt toch elke jongen heen. Maar ja, kwast niet blijkbaar. Kwast is een beetje homo. Oh nee, ik verander weer in Harry. Oh... Volgende aflevering gaan we van de uitkamer rennen. En ja, dan zien jullie hoe dat gaat. En ja, dan doei. Tot de volgende keer.